Het is heet, snikheet. Met temperaturen boven de 30 graden bereikt Gelderland vandaag een warmterecord. Goedenavond en verder. Basisscholen willen meer aandacht voor muziekonderwijs. En hoe kun je dat beter doen dan met Kenny B? En de allerbeste koffie van Gelderland wordt geserveerd in Lochem. Met temperaturen boven de 30 graden bereikte Gelderland vandaag een warmterecord. Niet voor niks zijn er dan ook tropenroosters op scholen. Want zelfs in de schaduw is het nauwelijks uit te houden. De nazomer is fijn, maar afzien vooral voor wie buiten werkt. En daar weten ze in Zoelen alles van. Daar worden in deze tijd van het jaar de pompoenen van het land gehaald. Ja, het is verschrikkelijk heet. Ja. Ja, dus normaal gesproken oogsten we wel al rond dit tijdstip. Maar het is eigenlijk nog nooit zo heet geweest als we nu meemaken. Afzien dus voor de Bulgaarse pompoenplukkers. Ze lopen eigenlijk de hele dag gebukt. En ze moeten snijden en lopen in principe. Dus ja, pompoenen weegt een paar kilo. Maar goed, als je daar toch de hele dag zo mee in de weer bent, dan is dat redelijk zwaar werk. Ja. Maar van een tropenrooster tijdens het pompoenplukken is geen sprake. De oogst moet doorgaan. De hitte tast de kwaliteit aan van de pompoen. Door deze hitte en deze zon krijgen we ook weer behoorlijk wat slijtage. Die pompoenen die kunnen 50, 60 graden worden als ze zo op het veld liggen, zeg maar. Dus dan is het al zaak dat we ze snel naar binnen halen en zorgen dat ze op een constante temperatuur blijven. In deze zinderende hitte zou je bijna vergeten dat het toch echt herfst is. Ook de natuur is door het warme weer van slag. Zo laten de herten bronst op zich wachten en paddenstoelen die zijn er ook nog bijna niet. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, zo 5 van die hele grote naakslakken die even de beschutting opzoeken tegen de hitte. Maar vanavond komen ze allemaal weer tevoorschijn. Dankzij het mooie weer zijn er nu 2 keer zoveel slakken dan ooit gemeten in deze tijd van het jaar. Ja. Oh, dit soort paardje moet echt goed uitkijken waar je je voeten neerzet, want het stikt hier van de naaktslakken. Die is maar mooi in het groen. Dus pas op waar je loopt. De natuur is door de hitte echt van slag, merkt bioloog Arnold van Vliet. Wat er in zijn tuin gebeurt, staat symbool voor de Gelderse natuur. Ja, hier staan we bij de vlinderstruik. Het is echt een eldorado nog aan vlinders. Dagbaogen, kleine vossen, koolwitjes, atalanta's nog. Ja, volop zomer. Daar zit er eentje, de dagbaoog. Ja, het is wel spannend van hoe gaan planten en dieren reageren op die hoge temperaturen. Want het is ook een beetje een kijkje in de toekomst. Hè. We verwachten nog veel hogere temperaturen in de toekomst. Dus nu, door nu goed te kijken weten we ook wat we in de toekomst kunnen gaan verwachten. De vlinders genieten van de zomerzon zolang het nog kan. En ondanks de hitte trekken deze bomen hun eigen plan en laten al een blaadje vallen. Het muziekonderwijs krijgt een boost. 25 miljoen van het Rijk, 25 miljoen van producent Joop van den Ende. En allemaal om meer en betere muzieklessen te krijgen op de basisscholen. Een speciaal op te richten muziekband moet de kar gaan trekken. 5 leerlingen van basisschool Sint-Victor in Afferden dingen mee naar een plek in een band van het kinderprogramma van de BCT-show. Zeg nou zelf, dat swingt de pan uit. Met hun drums vullen 5 leerlingen van de Sint-Victorschool de gymzaal met Caribische klanken. 2 leden van de plaatselijke fanfare helpen. Als de leerlingen winnen, mogen ze straks misschien wel met de BZT-band voor Koningin Maxima optreden. Heel erg trots. Ze hebben het echt super gedaan, heel hard geoefend en met de hele school zijn we trots. Dat zit dan in het verhaal. Ja, en vandaag kwam niemand minder dan de beroemde Kenny B als jurylid een kijkje nemen. En als u denkt, wie is dat? Nou, hij is onder de jeugd bekend van dit liedje. Praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Uno, dos, tres, cuatro. De wedstrijd moet muziekles op school weer populair maken. Er kwamen maar liefst 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd van de BZT-band XXL binnen. Pabo-opleidingen juichen het initiatief toe. Als we kijken hoe het op basisscholen gesteld is met muziekonderwijs, dan ben ik blij dat er op dit moment allerlei impulsen gaande zijn om het muziekonderwijs weer te verbeteren. En te zorgen dat muziekonderwijs op die basisschool een plek krijgt. Want muziekles stimuleert de ontwikkeling van de hersenen, zo blijkt uit onderzoek. Wat vinden de leerlingen eigenlijk van muziekles op school?
Ik vind het belangrijk omdat je er ook vrolijk van wordt. Met klasgenoten ben je gewoon lekker muziek aan het maken. Ja, ik vind dat heel leuk. Nou, als je iets wil doen met muziek bijvoorbeeld, dan heb je er ook wel aan als je vanaf jongs af al aan muziek hebt geleerd. En wat vindt Kenny B. van het optreden van de leerlingen? Enthousiasme, ik zie hele goede muzikanten hier. Dus dat moet goed komen, dan of niet? 1 oktober is het optreden van de vijf op de landelijke tv te zien. In 18 seniorencomplexen in de regio Gelderland-Zuid houdt de brandweer de komende tijd brandoefeningen. De eerste was gisteravond in Lent, in het Waalveercomplex. Volgens de brandweer zijn de oefeningen nodig, omdat mensen boven de 65 jaar bij een woningbrand een kleinere overlevingskans hebben. Goedenavond met de Pauw van de Vierdam in Nijmegen. Ik wou een brand melden in Waalveer. De ouderen in het seniorencomplex Waalveer in Lent moesten gisteravond ineens in de benen. Een evacuatie. Oefenen met ouderen. Dat is wat de brandweer de komende tijd veel gaat doen. Juist die nog zelfstandig wonende ouderen zijn kwetsbaar. Wij willen mensen daarop wijzen en hen bewust maken van de maatregelen die zij kunnen nemen om brand te voorkomen. De brandoefening is ingegeven door het drama in het seniorencomplex Notenhout in Nijmegen in februari 2015, waarbij 4 bewoners om het leven kwamen. In het wooncomplex waren de vluchtroutes niet op orde en niet bekend bij de bewoners. En dat is precies waar de brandweer op hamert. Kijk eens hoe lang je daarover doet. Wat zijn de obstakels die je tegenkomt? En als mensen dat een keer geoefend hebben, dan merk je dat in een echte situatie, dat mensen zich bewust zijn van waar ze naartoe moeten vluchten en dat het dan beter gaat. De bewoners zijn blij met de oefening en met de tips om veilig te kunnen wonen. Ik denk dat het heel nuttig is om te realiseren in wat voor problemen je kunt komen als er daadwerkelijk brand ontstaat. Wat zijn bijvoorbeeld die tips? Nou, dat is dat we niet moeten proberen via het trappenhuis te vluchten, maar dat je bij de ramen moet gaan staan waar je weggehaald kunt worden met hoogwerkers en ladders. En dat het veiligst is. Tot en met november zijn er 18 van deze brandoefeningen gepland. Het was lange tijd een van de grote mysteries van de Rooms-Katholieke begraafplaats in Zutphen. Wie waren toch die leden van de familie de Bellefroy die hier begraven liggen? Honderden militairen uit verschillende landen bereiden zich vandaag voor op de grote luchtlandingsoefeningen die de komende dagen worden gehouden in Ermelo en Ede. Onder hen zijn deelnemers uit landen als Polen, Canada en Duitsland. Morgen wordt er gesprongen op het Houtdorperveld in Ermelo. Publiek is daarbij welkom. Defensie vraagt mensen wel op de fiets te komen en zelf water mee te nemen, want dat is er niet op de hei. Aanstaande zaterdag is de grote herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede. Spannende momenten in Burger Zoo vanochtend. De 4 maanden oude neushoorn Thomas maakte voor het eerst kennis met zijn vader. En hij gaat heel even kijken wat er... Oh. Aan moed ontbreekt het de jonge Thomas niet. Maar hoe reageert papa op zijn telg? Ja, het gaat nog steeds goed. Er komt nou weer een interactie tussen het jong en de vader. Maar zolang die moeder maar dicht in de buurt blijft, dan kan er weinig gebeuren. En dat doet ze nou ook, want die jaagt hem nu weer naar achteren toe. Dus als het jong maar niet in zijn uppie rond gaat huppelen en dat hij te ver van die oudere vrouwen is. Want zonder mama kan het gevaarlijk worden voor Thomas. In het verleden is het wel eens misgegaan met een kennismaking van vader en zoon. Dan pak je hem en dan gooit hij hem in de lucht in en dan en dat wil je voorkomen. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat alle inwoners van Kekerdom, gemeente Berg en Dal, bezoeken om te achterhalen of de bewoners rekening houden met een dijkdoorbraak en hoe ze zich hierop voorbereiden. Daarvoor worden alle 550 inwoners persoonlijk geïnterviewd. De veiligheidsregio wil zo te weten komen wat bewoners van de overheid verwachten bij een ramp en wat ze zelf kunnen doen. Uiteindelijk moet er een duidelijk draaiboek komen dat bij een eventuele evacuatie gebruikt kan worden. Maar het is ook goed om al voorbereid te zijn voordat er een dreiging is. En dat is vooral wat we willen weten. En dan ook of mensen bekend zijn met wat dat voor hun mededorpsbewoners wat daarmee speelt. En zijn dat bijvoorbeeld verminderd zelfredzame mensen die geholpen moeten worden? En doen zij dat dan? Of willen ze dat daar een beroep op de overheid wordt gedaan? Dus in de volle breedte willen we kijken hoe kunnen wij de inwoners van dat dorp
zo volledig mogelijk informeren en ondersteunen op het moment dat er een dreiging is. Sporten is gezond, dat weten we allemaal. En de ene manier werkt nou eenmaal beter en sneller dan de andere. In Lochem zijn de pijlen gericht op 55-plussers. Onderzocht is hoe deze leeftijdsgroep het beste kan sporten en zo lang mogelijk fit kan blijven. Ja, dat wordt hard werken. Wie denkt dat ouderen voorzichtig moeten bewegen, die heeft het mis. Spierkracht, daar gaat het om. Want die spieren heb je nodig om te... traplopen, fietsen. Ook thuis met opstaan, zitten. De ouderen krijgen een training die topsporters ook krijgen. Ik vind een ouder iemand is ook een topsporter. Weliswaar niet op wedstrijdniveau, maar voor de dagelijkse dingen die ze moeten doen, ja, dan is dat ook gewoon topsportbedrijven. En deze topsporters merken het verschil. Het gaat geweldig. Ik doe het nu twee keer in de week een uurtje. En ik moet zeggen dat ik goed kan merken aan mijn conditie dat ik vooruit ben gegaan. Het was misschien wel het grote mysterie van de Rooms-Katholieke begraafplaats in Zutphen. De graven van de familie de Bellefroy. 6 gietijzeren platen die nodig aan de restauratie toe waren. Inmiddels zijn die 150 jaar oude graven gerestaureerd. En weten we dat de broers in hun tijd militaire helden waren. 6 identieke graven op een rij. 6 keer dezelfde naam, de Bellefroy. Broers en zussen zijn het. Maar wie waren ze? En waarvoor hebben de heren allemaal de militaire Willemsorde gekregen? De hoogste dapperheidsonderscheiding. De zoektocht begint 2 jaar geleden als de graven gerestaureerd worden. Eigenlijk woonden er maar 2 zusters hier in Zutphen. Die liggen daar. En naderhand zijn er 3 broers die alle 3 in het Nederlandse leger hebben gediend. Na hun pensionering naar Zutphen gekomen om bij hun zusters in huis te gaan wonen en om hier begraven te worden. We mogen daaruit afleiden dat de familieband toch wel heel sterk was. Beroepsmilitairen waren het, de broers de Bellefroy. Jonkheren ook, want in 1829 wordt hun familie in de adelstand verheven. Hun vader, burgemeester van Zeddam en schout van Weel. Maar zijn zoons kiezen voor een militaire carrière. Joos Baptista Bugardus, die hier ligt, ging net zoals zijn 2 broers dienen in het leger van Napoleon. Ze zijn alle 3 naar Moskou getogen. En er zijn er 2 teruggekomen. 1 is op zoek geraakt in Rusland. Die 2 die overleefden, die hebben tenminste 10 veldslagen meegemaakt. Joos Baptista stapte als eerste over naar het Nederlandse leger na 1813. Zijn broer die ging nog even langer door en stapte wat later over. Maar ze hebben allebei in de slag bij Waterloo tegen Napoleon gevochten. En zo ging dat dus in die tijd. Met Napoleon en vervolgens tegen Napoleon. Net als zijn broers verhuist Joos Baptista na zijn pensionering naar Zutphen om bij zijn zussen te gaan wonen. Maar na 2 dagen gaat het mis. Ze laten hem in een gesticht opsluiten. Tot 2 keer toe hebben ze hem weer uit het gesticht laten komen en geprobeerd om hem weer bij zich thuis te houden. En tot 2 keer toe hebben ze hem na 2 dagen later weer terug moeten brengen, omdat de toestand kennelijk onhoudbaar was. Dus het is eigenlijk een heel triest verhaal zoals dat afgelopen is. De speurtocht leidt naar de Belgische tak van een familie. En die blijkt over portretten te beschikken. In de musea Zutphen krijgen de broers eindelijk een gezicht. Het trieste is ook een beetje dat je eigenlijk alleen maar feiten hebt en verder geen inkleuring. Er is geen snipper papier bewaard die hij zelf geschreven heeft. Ik heb gezocht naar dagboeken van zijn Russische campagne. Allemaal niks van te vinden. De portretten zullen vanaf volgend jaar in de musea Zutphen te zien zijn. Koffiebarretjes. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Door al die verse koffie zijn we verwend geraakt. En we denken allemaal een ware barista te zijn en het verschil te kunnen proeven. Maar is dat wel zo? In de ranglijst voor beste koffiezaken staat op nummer 3 van Nederland Semmelink uit Lochem. Die zou de beste koffie serveren. Maar proef je dat ook? Sommige collega's die zweren hier dus bij mezelf. Daar ben ik geen fan van. Eens kijken wat de echte Gelderse kenner nou denkt van onze automatenkoffie.
En die kenner zit in Lochem. Volgens horecavakblad Misset heeft Semmelink de lekkerste koffie van Gelderland. En wat denkt hij van onze automatenkoffie? Ik zou hem hier niet serveren, als ik heel eerlijk ben. Dus, maar al met al, nee. Ik had het beroerder verwacht. Tijd voor een mini-test. Driekus zet een speciale koffie in zijn slow cooker. Dat pruttelt lekker door. Ondertussen maken we de kopjes anoniem, schenken we beide onze koffie in en serveren hem uit aan ons testpanel. Nee, ik weet het nu zeker. Ik vind koffie 2 lekkerder. De verschillen zijn moeilijk, maar dit is de lekkerste. De koffie 1, die is wat krachtiger. Weinig verschil dus. Driekus, hoe kan dat? Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen heeft een eigen smaak. Wat de ene lekker vindt, hoeft de andere niet lekker te vinden. Zo is dat. En eerlijk is eerlijk, Semmelink verdient de prijs om zijn nagenoeg perfecte cappuccino. En die kan alleen hier geserveerd worden. In de top 100 staan nog 9 andere koffiebars uit Gelderland. En welke dat zijn, dat ziet u op onze site. Ja, en dan nog het weer met Margot Ribbrink. Bloedheet op 13 september in Gelderland. Tropische temperaturen. En het enige wat je dan kunt doen is verkoeling zoeken. Zowel mensen als ook dieren. Heel veel zon vandaag. En ook nog eens de aanvoer van hele warme lucht vanuit het oosten. Bewolking zien we hier op de Noordzee liggen, maar komt absoluut niet naar ons toe. En dat betekent dat de zon vandaag overuren maakte. En dat het ook vanavond en vannacht helder is. Het blijft lang warm en uiteindelijk koelt het vannacht af naar 18 graden. Een beetje een plaknacht, ook heel bijzonder op 19 september. En daarna opnieuw weer zonneschijn. Als je heel ver naar het westen kijkt, zie je een klein beetje hoge en middelbare bewolking. Maar in Gelderland zelf niet. Een zonovergoten en hele warme dag. 31 tot 32 graden. En dat bij een matige zuidoostelijke wind. Ook donderdag is het zonnig en warm. Opnieuw weer tropische temperaturen in Gelderland. 30 graden na een echte plaknacht. Maar daarna gaat het veranderen. In de loop van vrijdag, maar ook op zaterdag en zondag is er meer bewolking aanwezig en neemt de kans op buien toe. En met noordwestelijke winden is het in het weekend zelfs tamelijk fris. Op vrijdag wordt het nog altijd zo'n 22 graden. Maar in het weekend zitten we met temperaturen onder de 20 graden. 18 of 19 graden. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat Gelderland een warmterecord bereikte met temperaturen boven de 30 graden. Meer nieuws kunt u vinden op onze site gld.nl en op onze app. Ik wens u nog een fijne avond.